Stichting Nisa voor Nisa uit Amsterdam-West zet zich in voor jonge meiden. Meiden die problemen hebben thuis, op school, op werk. Deze meiden kunnen gebruik maken van de activiteiten en cursussen die Stichting Nisa voor Nisa voor hun verzorgt. Ik ging op vrijdagavond op bezoek bij deze stichting om te kijken hoe het hier gaat. Stichting Nisa voor Nisa, wat doen jullie precies? Nou, Nisa voor Nisa is een vrouwenstichting in Amsterdam Nieuw-West. Deze stichting die bestaat al ruim 15 jaar. In deze stichting is er ook een onderdeel, Big Sis. Big Sis houdt voornamelijk in dat het een groep is waar jonge meiden komen tussen de 15 en 25 jaar. Dit zijn voornamelijk meiden van Marokkaanse afkomst. En deze meiden die komen hier voor allerlei trainingen, activiteiten. De reden waar ik voor bij Nisa Nisa terecht ben gekomen is... Ik dreigde van school te gaan, want ik had totaal geen zin meer om naar school te gaan. Ik was ongemotiveerd. Ik ben heel lang gepest geweest. En toen ben ik Nisa voor Nisa tegengekomen. En zij hebben me heel erg geholpen om me te begeleiden. En ze hebben mij geleerd hoe ik ermee moet omgaan. En dat heeft mij tot nu toe heel erg geholpen. En nu sta ik zo sterk in mijn schoenen dat ik nu niet meer gepest word. Het zijn meiden in een kwetsbare leeftijd, hè? Een kwetsbare leeftijdsgroep tussen de 15 en de 25 jaar. We hebben het vaak lastig thuis of op school, identiteitscrisis. Ja, ja. En daar komen dan gezellig bij Big Sis. En voor die trainingen, activiteiten, voor de gezelligheid. Ook is er ruimte voor persoonlijke begeleiding, individuele begeleiding. We hebben woensdag hebben we trainingen, cursussen. Dus gewoon hoe je zelfvertrouwen kan vergroten, voor jezelf opkomen en nog veel andere. Sommige meiden hebben ook best wel een laag zelfbeeld of doen zich voor alsof ze heel sterk zijn en dat eigenlijk helemaal niet zijn. Uiteindelijk kwam ik dus vaak hier over de vloer. Heb ik met iemand kunnen praten, een vertrouwenspersoon eigenlijk. En die heeft me echt gemotiveerd om weer naar school te gaan. Ik had ook een tijdje geen baan en ik hoop dat ik in januari mag beginnen bij Corendon Hotel. Die heeft me ook geholpen bij, dus bij een cv schrijven, sollicitaties. En wat ik zit doen in een opleiding wat totaal niet bij mij past. En nu ga ik werken wat gewoon... Wat voor mij is eigenlijk. Het is vandaag vrijdagavond. Vrijdagavond is, staat eigenlijk om een avond samen met de meiden koken met je tante. Okay. Dat houdt in dat er een voorbeeldpersoon komt of iemand die wij... Koken met je tante, zei het nou? Ja, zo heet het activiteit. Met koken op vrijdagavond komen er soms voorbeeldmensen langs. Mm-hmm. Laatst bijvoorbeeld kwam er een vrouw langs, een advocate. Mm-hmm. En die vertelde over het vak, de opleiding die ze heeft gevolgd, hoe lang dat duurde, wat ze ervan vond, haar ervaringen. Dat is best wel interessant om te horen. Er waren trouwens ook twee meiden die de juridische kant op wilden. Dus dat was ook interessant voor hun om te weten. De ouders, ken je die uiteindelijk ook of soms? Of komen ze mee? Of, Er zijn een aantal ouders van een aantal dames die wij wel kennen. Een aantal meiden zijn bijvoorbeeld nog niet zo heel lang dat ze hier bij Big Sis komen. Mm-hmm. Dus die ouders kennen wij dan nog niet. Maar ik krijg wel eens een ouder aan de telefoon van, is ze daar wel? Ja, en dan is het echt van, ja, ze is hier. Mijn moeder die komt hier heel erg vaak. Naast dat ze alleen naar een WhatsApp-cursus gaat, gaat ze ook sporten. Met de vrouwen. Soms komen ze hier thee drinken. Soms komen ze hier naar de nightles. En ja, ik ben dus echt voor alles voor ouders. Meestal schuift er iemand bij ons op vrijdagavond aan die zeg maar echt wat te vertellen heeft. Dus bijvoorbeeld een arts of een bekende Nederlander. Of in ieder geval dat die meiden daar een functie heeft. Ja. نشرب ونتغدى